De Nederlander Hans-Georges Cresse wordt door velen gezien als een van de belangrijkste realistische striptekenaars die de stripwereld heeft voortgebracht. De persoon van Cresse is eigenlijk altijd in nevelen van geheimzinnigheid gebleven. Dat wordt door een belangrijk deel door Cresse zelf veroorzaakt. Slechts bij hoge uitzonderingen heeft hij de afgelopen 20 jaar de pers te woord gestaan. Slechts één keer heeft hij zich door een krant laten fotograferen. En we zijn er dan ook trots op dat hij, voor wordt vervolgd, een unieke uitzondering heeft willen maken. Wouter Stips sprak met hem over zijn bekendste creatie, Erik de Noorman. Ik heb hem wel gemist hoor. Erg. Ja. Hoe bedoel je dat, gemist? Nou, dat ik dus in... Dat ik dus opgehouden ben met Erik op een bepaald ogenblik. Dat moest omdat ik anders een sjogger werd. Ik had zo verschrikkelijk veel werk op andere terreinen. Voor revue en panorama en uitgevers en een heleboel. Dat Erik steeds verder in, eigenlijk in de verdrukking kwam. Ja. En toen heb ik gezegd, oh, godsnaam, ik moet met Erik ophouden. Dat is vermoedelijk een van de stomste streken geweest die ik ooit heb uitgehaald. Ik had met hem door moeten gaan. Zou je dat weer op kunnen pakken? Ja, ik ben bezig nu weer. Ja. Met een nieuw begin. We pikken eerlijk daarop, waar ik in 62 of in 64, nee in 64 denk ik, gestopt ben met hem. Daar gaan we mee door eigenlijk. In die periode gaan we gewoon door, dus ik denk dat die een jaar of 45 is. Waar ik me altijd over verbaasd dat Erik heeft één vrouw, hè? Winona. Ja, en nou hij, ja. Hij reist zich suf. Kijk eens, het is een kinderstory. Ja. Ik bedoel, als je eventjes wil memoriseren in het feit dat hij overal in de wereld waar hij dan geweest is, beeldschone wijven tegenkwam. En dat is misschien een soort van wat uit mijn onbewuste komt. Helemaal mag het weten. Maar, maar daar doet hij niks mee, die suffert. Nee. Ja, misschien wel, maar dat kan ik dan voor de kindertjes niet vertellen. Dat zit tussen de pagina's. Ja, en ik heb wel eens gedacht, men heeft wel eens gedacht, we moesten eigenlijk een soort van story behind the story maken. Van Erik, die je dus als oude grijs kleumend bij een vuur ziet zitten. En dan vertelt hij zijn kleinkinderen, ja, maar jullie weten de helft nog niet wat ik allemaal heb meegemaakt. Denk je dat je Erik ooit nog kan laten sterven? Nou, ik heb dat verhaal over zijn dood, over zijn mogelijke dood, over zijn dood. Dat laatste verhaal van hem, waarvan hij dus weggaat en nooit terugkomt, dat heb ik hier zitten. Ja. Maar ik huiver om ermee te beginnen. Ja. Want op dat punt ben ik erg bijgelovig. Het heeft met jezelf te maken. Ja, ook misschien. Ja, ook misschien. Ja. Best mogelijk hoor. Toonder heeft bijvoorbeeld, dat heb ik wel eens gehoord, dat het laatste verhaal voor als hij op een bepaald moment zelf niet meer zou zijn, dat hij dan toch nog inderdaad het laatste verhaal van Tom Poes en zo zou kunnen doen publiceren. Ja. Als afsluiting van het geheel. En nou, dat vind ik erg dapper. Dat kan ik niet. Dat is, nee, daar ben ik erbij gelovig voor misschien.